Brand treft verfhuis in Leiden. Bollen fleuren grote polder op. Er liggen flessen voor het goede doel. Welkom bij het Unity TV nieuws van maandag 8 december. Ondernemer Frank Scheffer van het verfhuis aan de Leidse Herenstraat heeft een vervelend weekend achter de rug. In zijn zaak heeft zondag korte tijd brand gewoed. Kortsluiting is de oorzaak van de brand. Hoeveel schade Scheffer heeft geleden, wordt nog in kaart gebracht. Persoonlijke ongelukken hebben zich gelukkig niet voorgedaan. Vele handen maken licht werk, ook bij het planten van 15.000 biologische bloembollen op bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude. Wethouder Kees den Oude heeft geholpen. Hij werd bijgestaan door Henk Prins, voorzitter van de lokale ondernemersvereniging, en Lela Driessen, voorzitter van Stichting Land van Wijk en Wouden. De achterliggende gedachte achter de bloembollen is een combinatie van en het geeft een fleurig geheel in het voorjaar op bedrijventerrein de Grote Polder. Maar daarnaast heeft het ook te maken met biodiversiteit. Heineken is als groot bedrijf bezig met project Groene Cirkels. En dat betekent dat er aandacht is voor bijen en bijenlandschappen. En bijen zijn essentieel en voor honing, maar wat verder ook in de hele voedselketen. Dus vandaar dat we het aanbod wat we kregen om bollen te planten op Grote Polder met beide handen aannemen. De taken op het gebied van jeugd, zorg en werk en inkomen makkelijker, slimmer en dichter bij inwoners brengen. Om dat te bereiken biedt de gemeente Voorschoten vanaf het nieuwe jaar een extra service aan. Inwoners kunnen straks op één plek terecht voor alle diensten en producten bij het informatiepunt Welzijn, Werk en Zorg in het gemeentehuis. Een nieuw loket voor vragen, informatie en advies. DJ Armin van Buuren heeft zondag zijn wereldtournee afgesloten. Dat gebeurde in de Ziggo Dome in Amsterdam, waar de Tour van de Leidenaar op 15 november 2013 begon. Ook veel fans uit de Leidse regio waren naar Amsterdam gekomen. Onder andere de bekende grappenmaker Jochem Meijer. De kaartjes gingen als warme broodjes over de toonbank. Alle 25.000 kaartjes voor de shows in Amsterdam waren binnen een uur uitverkocht. Ja. Al weken zijn de leerlingen van de Viersprong in Leiden-Noord met lege flessen in de weer. En dat doen ze niet om zelf een extra zakcentje te verdienen. Waarom ze dat wel doen, dat kan Mohammed ons haar fijn uitleggen. Onze actie gaat over ebola, want ebola is een erg ziekte waar mensen aan kunnen sterven. En we hebben al heel veel flessen. Onze actie is inmiddels al bijna afgelopen, maar tot de kerstvakantie hebt hij de tijd. En deze flessenactie is een onderdeel van een project dat elk jaar op de Viersprong gedaan wordt. Wij doen elk jaar een kerstactie. En vorig jaar hebben we kleding ingezameld voor Syrië. En dit jaar hebben we een actie dat de kinderen lege flessen zijn gaan inzamelen om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor Giro 555. Hey Mohammed, vertel eens, waar zit jij nou in? In een zak met allemaal flessen. En waarom staat deze zak hier? Omdat wij geld inzamelen voor ebola. Voor ebola, omdat we het zielig vinden, want heel veel mensen gaan daardoor sterven. Weet jij een beetje wat ebola is voor een ziekte? Ja, het is een ziekte waar heel veel mensen aan kan sterven. Hoe zijn jullie aan al deze flessen gekomen? Door flessen in te zamelen van mensen uit de buurt of aan alle klassen vertellen. En hoe kom je daar nou aan? Door heel veel frisdrank te drinken? Ja, maar ook uit de buren een beetje, heb ik gevraagd. Hebben jullie als klas zelf gekozen voor deze actie of kwam de juf hiermee? Juf en wij ook een beetje. Ze hebben het eigenlijk zelf opgepakt. Het mooie was, vorig jaar hebben we als team gezegd wat gaan we doen. En drie weken geleden is groep 5 hier helemaal zelf mee gekomen. Dus eigenlijk hebben we dit jaar niet gekozen, maar heeft groep 5 het voor ons gekozen. Hallo, hebben jullie flessen voor de ziekte ebola? Breng hem naar Jesse. Breng hem maar voor. Hoeveel flessen heb jij denk je ingezameld? 10, 20, 30. Weet je nou om hoeveel geld het gaat dat hier ongeveer in zit? 50 euro. Ja, denk je niet dat het iets meer is?
Ik denk het wel, want groep 8 zeiden ze, we gaan hoger dan 50 euro. Yeah. Gaan we misschien 70 euro ophalen. Groep 8 heeft nog een hele rekensom ermee gemaakt. Die hebben de kubieke meter omgezet in een rekensom. En we hopen dat dit meer dan 200 euro gaat opleveren. En nu is dit al heel veel, maar hier blijft het niet bij, hè? Nee, tot de kerstvakantie gaan we nog door. En tot de kerstvakantie is er één slogan die je vanuit de Viersprong zou horen. En dan het weer. Een zonnige dag. Af en toe viel er een licht buitje bij temperaturen van een graad of 7. Ayoub El Bouhaliani maakte deze foto in de Krimpwijk in Voorschoten. Vanavond nog wat lichte buien. Temperatuur daalt naar een graad of 3. Morgen trekt het af en toe dicht. Ook laat de zon zich dan regelmatig zien bij middagtemperaturen van zo'n 8 graden. De rest van de week wisselvallig. Regelmatig lichte buitjes. Maar ook her en der een zonnetje. De temperatuur ligt gemiddeld rond 8 graden. Tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Dinsdagmiddag om 5 uur melden we ons weer met een nieuwe uitzending. In de tussentijd houden we je op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en onze website unity.nu. Nog een fijne dag.